gaat het gebeuren, hè? De mooie strik erbij. Ik ga je geef nog even een hand. Hi, dat is Jeff Mierlo. Hi, Hi. Nou, jullie krijgen als eerste van Almelo het eerste gezin van de 23.500 gezinnen. Die krijgen jullie de PMD-containers, zoals dat zo mooi heet, voor plastic, metalen en drankkartons. En nou ja, even als weetje, zeg maar, 90% van de Almeloze gezinnen hebben gezegd van wij willen graag zo'n bak. Om meer en beter te kunnen scheiden en vooral de zaken die weer als grondstoffen weer kunnen worden gebruikt, om die beter te scheiden. En nee, jullie zijn de allereerste, dus met een strik eromheen bieden we jullie van harte aan. In de hoop dat dit bijdraagt aan de opgave waar we met z'n allen voor staan. Hey. Een kleine mini-container. Oh. Kijk eens. Al jullie eigen container. Een mooie strik eromheen, dan heb jij je eigen container. Kan je dat mooi op je bureau zetten. Dat is een plastic, hè? Die is voor jou. Oh. En die is voor jou. Alsjeblieft, geraakt mooi, hè? Nee, maar jullie zijn, had ik begrepen, al heel, heel bewust bezig met het scheiden van afval. Gooi er maar in. Ja, hartstikke leuk. Ja, ik vind het leuk. De kinderen die zagen eruit om hier aan deel te nemen. Ja. Maar hoe kwamen ze zo bij u terecht? Nou, mevrouw. Misschien kan mevrouw dat meer vertellen. Een vriendin van ons die vroeg ons. En toen hebben ze ons in contact gebracht. Maar het was ja, ook omdat ze zeiden van nou, jullie zijn ook wel echt geschikt voor. Jullie gaan voor ja, gezondheid. En dus vonden ze ook. Mijn man is personal trainer. Dus toen dachten ze van nou, dat is wel leuk. Zo, ja, dit is ook goed bezig zijn voor gezond milieu. Ja. Ga maar iets zeggen, Mies. Mensen krijgen straks deze containers. Je ziet in de container, bij de container achter mij, daar staat de deksel iets omhoog. En het is goed dat mensen daar niet gelijk over gaan bellen, want het is helemaal niet nodig. Dat komt omdat ze zo van de vrachtwagen zijn afgekomen. Die zaten in elkaar geklapt. En dat trekt dus binnen korte tijd bij. En dus iedereen krijgt gewoon een goed sluitende bak. En, Albert, u heeft opgetreden in het wooncentrum De Buurstede. Wat vond u ervan? Het was zo speciaal en helemaal speciaal toen het prachtige koor opkwam en mijn kleindochter er vandaag bij is. Dus we hebben met z'n allen samen zij gezongen en ja, dat raakte me toch wel heel erg goed. U treedt min of meer op voor leeftijdgenoten. Met u bent opgetrokken en zij met u. Het was een feest van herkenning. Ja, dat was het zeker. Het was een, dat zeg ik ook altijd, dat we zoveel herinneringen hebben. En ja, het is bewezen dat muziek ontzettend belangrijk is voor iedereen. Vanaf baby's tot, ja, tot aan 100-jarigen blijft muziek heel belangrijk. Hey. Ja, zij is erbij hoor, ze is erbij. Maar je moet niet vallen, hè? Hou Omi maar vast. Ik begrijp dat u helemaal geen tijd heeft om oud te worden. Nou, ik hoop wel heel oud te worden, maar ja, en tijd, ja, tijd kan je altijd maken. En als ik deze optredens mag blijven doen, totdat ik echt niet meer kan lopen, want dit is zo'n feestje.
om dit te mogen delen met alle mensen in Nederland. Natuurlijk met een lach en een traan zingen wij en soms laten mensen best wel een traantje lopen. Maar dat zijn dan ook tranen die niet van verdriet, maar meestal van blijdschap en herinneringen. U heeft opgetreden met de Oostvaders. Ja. Wat vond u daarvan? De Oostvaders zijn fantastisch. En het is ook zo, het was zo'n verrassing eigenlijk. Zoveel mannen die binnenkwamen en ze zongen echt feilloos goed. Het raakte me echt heel diep. Ik doe alles nog steeds met heel veel liefde en ik krijg zoveel terug van iedereen. En dat houdt me echt hartstikke op de been. Dag allemaal. Dag. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. We zijn eigenlijk in een hele korte periode geconfronteerd met veel buxussen die dood zijn gegaan, kaal zijn gevreten. Niet elke buxus die kaal gevreten is, is direct dood. Alleen de buxusmot heeft in een proces dat hij eigenlijk 3 keer per jaar heb je een proces van eieren, rups, vlinder. En dat betekent dat het naarmate het jaar vordert dat het erger wordt. En eigenlijk in een tijd van 2-3 weken heel veel beplanting totaal kaal gevreten is. Waar komt die buxusmot vandaan? De buxusmot, men zegt dat die van het Aziatische komt. Omliggende landen hebben al wel eens eerder overlast gehad van de buxusmot. Vorig jaar was het in de omgeving Utrecht, bij Vleuten, was hij nadrukkelijk aanwezig. En eigenlijk wat we hier nu zien, hebben wij in Almelo eigenlijk nooit in deze mate geconstateerd. Ja, want in Almelo zijn er niet zo heel veel buxusplanten meer die niet aangetast zijn. Nee, dat klopt. Eerst denk je dat het alleen op je begraafplaats speelt. Maar op het moment dat er meer bekendheid aan wordt gegeven, hoor je ook van mensen in de stad dat eigenlijk alle buxushaagjes zijn aangetast. En wat gaan jullie nou doen met die planten? We gaan ze in ieder geval verwijderen en er komt nog een advies van de plantenziektekundige dienst. Die dus aangeeft of we ze mogen afvoeren en elders laten verbranden of dat je het eventueel nog ter plekke mag verbranden. Maar daar zitten dan nog allerlei vergunningeisen aan vast. Ja, want dat is waarschijnlijk de beste methode om te doen, om te zorgen dat die eitjes ook niet meer verder kunnen. Ja, om het echt te beperken zou je ter plekke moeten verbranden. Alleen, goed, we hebben in Nederland ook met elkaar afgesproken dat we een aantal maanden per jaar in de openbare ruimte niet branden. Dus heel veel dingen hebben met elkaar te maken. Maar wil je deze rupsen en deze eitjes weg hebben, ja, dan is eigenlijk het beste om ze ter plekke te verbranden. Nou, ik vind gewoon, dat is wel zo'n beetje raar. Ik ben gewoon zelf eenzijdig verlamd, dus mijn ziekte wordt erkend, maar Lyme wordt niet erkend. Dat vind ik gewoon zo'n beetje raar. En dat wil ik wel gewoon een beetje in steen bijleggen, dat wordt ook erkend. Je wil heel graag dat deze ziekte erkend wordt, hè? De ziekte van Lyme. Jij bent iemand met de ziekte van Lyme. Kan je iets vertellen wat dat voor je inhoudt? Nou ja, bij iedereen is de ziekte van Lyme uiteindelijk weer anders. En dat maakt het ook eigenlijk zo complex, deze ziekte. Want het kan uiteindelijk meer dan 365 ziektes nabootsen. Misschien nog wel meer. Bij mij is het zo dat het eigenlijk overal in mijn lijf. Ik ben zelfs kaal geweest. Ik heb een half jaar met pruik gelopen. Ik heb weer in een rolstoel gezeten. Ik heb weer een half jaar op bed gelegen. En het is elke keer weer wat anders heeft het in petto. Het zit op je zenuw zelfs. Eigenlijk in principe is het vaak onzichtbaar ziek zijn. Want mensen zien vaak alleen maar de buitenkant. En denken dan, nou, wat is er dan met je aan de hand? Dus eigenlijk moet je er echt als een wrak bij lopen. Om eigenlijk aan mensen duidelijk te maken, ja, maar er is wel degelijk iets aan de hand. En het ergste vind ik nog, ik ben dan in staat om mijn stem te laten horen. Verona ook, die ook van het platform is. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet zijn.
En uiteindelijk vechten wij voor iedereen. Want mensen hebben geen idee hoeveel kinderen en jongeren deze ziekte raakt. En jij bent hier ook bij betrokken. Kan je vertellen waarom? Ja, dat klopt. Mijn zus die is net als Lisa chronisch Lyme patiënt. En ze hebben elkaar voor een aantal jaar terug ontmoet bij de fysio de GVS. En zodoende zijn ze eigenlijk op het idee gekomen om een platform te beginnen. En dat is uitgemond in Lyme dat blijft plakken. En zodoende ben ik daar ook in gerold. En met name met deze petitie, dat vind ik zo ontzettend mooi initiatief. En ja, ik vind absoluut dat er ook voor deze ziekte wat aan gedaan moet worden. En dat maakt dat we met z'n allen ervoor gaan om zoveel mogelijk handtekeningen in te kunnen zamelen. Ja, want de grote persoon waar het eigenlijk om gaat is Aziz, die naar Den Haag gaat om zijn steun te betuigen voor al die mensen en die Lyme hebben en waarvoor geen erkenning is. Waarom ga jij op die fiets? Omdat ik wil ook gewoon aan mensen bewijzen. Nou, ik ben zelf linkszijdig verlamd, dus die artsenzijdtermijn, dat ik bedafhankelijk word. En ik wil gewoon bewijzen ook, weet je, dat iedereen dat ziek is, die kan ook wel voor andere mensen iets doen. Ja. Het is niet alleen maar voor zichzelf te zorgen, je kan ook wel voor andere mensen doen. En daarom wil ik ook wel gewoon voor de Lyme patiënten doen. Nou, ik denk echt dat als u op die fiets naar Den Haag gaat, dat tegen die tijd dat u daar bent, iedereen wel weet dat u eraan komt en dat de belangstelling er zeker zal zijn. Wat denkt u zelf? Nou, als dat is wel gewoon hun belang, dus als ze daar zijn, als het niemand daar is, dan ga ik wel gewoon zitten totdat we gewoon allemaal komen daar. U wacht gewoon net zo lang totdat ze bij u komen. Nou, daar ben ik wel van overtuigd dat dat gaat lukken, hoor. Heel veel succes. Hartelijk dank. Ik ga wachten totdat allemaal gewoon daarin te komen. In de rij ook wel gewoon dat ze gaan zelf ondertekenen. Dank u wel. Vandaag is hier de branderij officieel geopend. Hier sta ik bij iemand die iets meer kan vertellen wat de branderij inhoudt en waar jullie voor gaan. Ja. Nou, dit is een koffiehuis / broodjeszaak hebben we opgezet. Er was een ruimte wat nog over was. En we hadden wel behoefte aan van cliënten die toch wel wat in de horeca wouden betekenen. En dat we hier hun op gang helpen. En dat wil zeggen dat we hier een beetje een leerbedrijf hebben waar we eventueel ze verder kunnen in professionele restaurants, keukens. Dat is onze bedoeling van deze branderij. Ja. En wat verkopen jullie zoal? Wat is jullie uitstraling? Wat hebben jullie allemaal? Nou ja, wat verkopen we allemaal? Wij verkopen allemaal koffie, cake, gebak, broodjes. Op bestelling kunnen we hapjes maken. We maken broodjes op afspraak. Dus eigenlijk wel heel divers. Heel erg mooi. En ik geloof dat jij hier ook werkzaam bent. En met hoeveel mensen werken jullie hier? Dat varieert nu nog per dag, maar over het algemeen tussen de 4 en de 6 medewerkers met de begeleider. En dan zijn jullie, van welke tijd zijn jullie elke keer geopend? Van 's ochtends 10 uur tot 's middags 3:30 en dat geldt voor elke doordeweekse dag. Er zijn al een heleboel mensen vanwege de opening en ik hoop dat jullie een hele fijne tijd hier hebben. Jeroen, jij werkt hier. Hoe vind je het om hier in de branderij te werken? Ja, hartstikke leuk. En welke dagen werk jij hier? Vrijdags. En wat doe jij zo allemaal hier in de branderij? Schoonmaken. Appelgebak maken en niks. Of ook opheers. Ja, niet allemaal toch? Nee, dat niet. Maar, en jij moet ook koffie zetten, denk ik? Ja, ook nog. Ja. Ja. En dan doe je dat de hele dag? Nou, halve dag, tot 1 uur. En je moet ook de vaatwasser uitpakken, heb ik gehoord, hè? Ja, ook de vaatwasser in- en uitpakken, ja. En droogmaken, ja. En vind je het leuk dat de klanten komen? Jawel, dat vind ik hartstikke leuk, ja. Dan moet je ze vragen wat ze willen hebben, of niet? Ja. En dat gaat goed? Ja, gaat hartstikke goed, ja. Nou, dankjewel en heel veel plezier hier. Ja, dankjewel, jij ook.
procedure brengt dan er behoefte te onderbouwen valt. Goed, mevrouw Buikema. Hans Teunis, je bent op dit moment raadsvolger voor de SP. Maar dat blijft niet zo, heb ik gehoord. Nee, onze fractievoorzitter Gesina van der Ven heeft aangegeven te willen stoppen met haar raadswerk. Daarmee wordt Frits Axen de nummer 2, wordt de nummer 1. En ik word dan het nieuwe raadslid voor de SP. En meneer Axen die schuift dan door als fractievoorzitter? Ja, correct. Vertel eens iets over jezelf. Nou, ik ben Hans, ik ben 30 jaar, ICT'er van beroep. En ik ben eigenlijk al sinds 2013 lid van de SP en sinds 2016 ook actief voor de partij. SP is ook naast parlementair actief, buitenparlementair actief en daar ben ik begonnen. Met acties, met marktkraam en ook met mensen langs de deur, want wij willen graag met mensen praten in plaats van over mensen. Het activistische van de SP heeft mij altijd wel aangestaan, maar er hoort ook raadswerk bij. En daarom heb ik mij bij de verkiezingen van vorig jaar heb ik op de lijst gestaan als nummer 4. En onverwacht kom ik nu toch nog, we hebben 2 zetels gewonnen, onverwacht kom ik nu toch nog in de raad. Wat verwacht je nu in de raad te kunnen doen? Nou, in de raad willen wij focussen op de speerpunten van de SP. Wij kijken waar wij de stem van het volk in kunnen terugbrengen. En wij kiezen daarin wel wat belangrijk voor ons is. En je kunt van ons verwachten dat waar het aankomt op beslissingen die mensen raken, dat wij in hun belang stemmen. Maar dat is een vrij generiek verhaal, maar dat zal denk ik elke partij je vertellen. Maar ga je nu ook tomatensoep uitdelen op de Korenmarkt? Nou, dat heb ik al gedaan, dat gaan we ook blijven doen. En wij gaan een balans zoeken tussen het buitenparlementair actief zijn met onze acties en daarin ook parlementair actief zijn met onze rol hier. Je hebt met je zetels in de raad heb je toch een podium. Je hebt middelen die je kan inzetten en met wat er uit onze buitenparlementaire acties komt, willen wij parlementair actief zijn. In 2010 werd het bronzen drieluik onthuld. Het werk van de Almeloze kunstenaar Jan Gierveld is jarenlang bij de ambulancedienst aan de Henri Dunantstraat te bewonderen geweest. Nu dus te zien aan de zijgevel van Stadskerk De Bleek.